jullie kijken dus een gloednieuwe video van... Ja, jullie zien het goed. Of jullie zien het nu nog niet. Want ik heb hem nu eerst nog op het grote scherm. Maar ik ga hem zo meteen... Ja, ik ga hem zo meteen gewoon klein scherm doen. Dus doe meer Rocket League. En ik had eerst misschien dat ik met Sibyl ging doen. Dat we waren met Sibyl en... A.K.A. Sibyl, hij noemt zichzelf. Hij wilde het wel doen. Alleen ja, hij is volgens mij in slaap gevallen of wat dan ook. Dus ja, hij doet niet mee. Zo, dus ja. Dan ga ik nog maar een keer solo. Want ik zag dat er nog andere dingen heb bij. De... Hoe heet dat? In een match zit je dan... Ja, ook anders kan scoren. Alleen dat wil ik eens even uitvinden hoe. En anders... Oké, de spelers zijn gezorgd. Hallo! Oké, hij heeft al gelijk gescoord. Ja, dat ga ik er ook proberen. Maar hij cheat. Oké, nu wil ik even vragen, jongens. Cheat hij? Cheat hij? Of... Hij is echt een teamspeler. Maar ik kan gewoon niet die ballen blokken ofzo. Kijk, ik kan gewoon niet fatsoenlijk die ballen. Hallo, ik kan hem op midden. Oké, dan ga ik weer helemaal door. Hola, kijk, en dan... Kijk, dat wil ik... Als het nou dat de goal was, hè. Oh, je ding die zei dat ik iets aan moest zetten. Nee, oké, waarom ging die niet? Hoezo ging die niet, jongens? De controle beweegt echt heel klein. Kijk dit! Nu hebben we... Kijk, nu gaat hij gelijk in de bal kijken. En dat was... Eerder had ik niks. Ik denk dat dit is wat hij bedoelde met die balcamera. Oké,
Ik kwam bij het verkeerde stuk, jongens. Hoppata! Dit is eigenlijk een goede manier om te scoren als je midden staat. Gewoon net hoe dat gewoon deed. Doe dit. Hoe heb die op de B-knop gelegd? Alleen nu ben ik te laat. Nee, ik had één ding overgebruikt. Ik had al moeten blijven staan. Maar iedereen gaat ook altijd vol dingen op de bal. Kijk, hij gaat nu ook doen. Hij doet het nu ook. Hij doet dat wat ik net ook deed. Kijk, dit kun je niet. Backslash? Prachtig. Dat is gewoon de meest makkelijke ding om te scoren als je in het midden staat. Doe dat ook gewoon. Wil je scoren, je staat op die positie, doe dat. Soms ga ik er even naar boven rijden. Ik stond daar! Dat is niet leuk. Oké, ik ga terug. Nee, waarom verlenging? Hoezo verlenging? En dan gaat hij weer naar die kant, hè. What the fuck? What the fuck doe jij, man? What the fuck? Waarom is die? Ja. Jullie bedankt maar. Voor die ene. Ja! Ja, jullie zagen het verloren. Alleen echt, what the fuck deed hij? Hij gaf gewoon even lekker een goaltje. Net als dat hij hoe lag had of dat zijn internet eruit lag. En dat hij reed ook gewoon richting die goal. Hij deed niet draaien. Hij deed gewoon echt rijden, jongens. Gewoon rijden. Hij reed gewoon naar die goal heen. Alsof ja, hij gewoon zijn internet weg was en niet, ja, niet meer kon connecten. Zo reed hij naar die goal. En zo scoorde hij en zo won Oranje. Dat was zo
vreemd. Maar jullie zagen ook een andere goal. En dat is wel eigenlijk een hele makkelijke. Of in ieder geval, gewoon als je wil, als je gewoon wil scoren een keertje, doe dan. Gewoon even, heel even wachten. Met eerst even zo gas geven, dan op het moment de boost. Als je vooraan staat in het midden, dan doe die dan voornamelijk. Want je ziet, dan score je zo snel mogelijk. Dat is eigenlijk een hele, ja, eigenlijk een break van het spel. Eigenlijk moet het niet zo, maar ja. Dat is gewoon zo'n glitch, dat is gewoon een break. Als je dan die boost op het juiste moment gebruikt, tik die bal aan, dan score je. Doe dat jongens, doe dat. Gebruik die break, want ja, zo breek je gewoon eigen spel. Want eigenlijk moet je scoren met een gekke trickshot. Zo, en ja, dus doe dat voornamelijk. Dat zeg ik echt voor jou. En hierbij gaan we dus de video afsluiten. En ik zeg er nu, vergeet geen duimpje omhoog te doen voor als jullie Rocket, jullie deze Rocket League leuk vonden. En dat was voor even te weg. Terwijl als jullie deze Rocket League video leuk vonden, en doe zeker even, vergeet er zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, rood na de 140 subs jongens. Ja, sowieso. En ook naar meer, dat mag ook. Natuurlijk de 1K. Why not? En ten tweede, daarna vergeet er nou even niet op dat belletje te klikken. Naast staan een knop staat. Zodat je altijd een notificatie krijgt als ik een nieuwe video upload. En dan mis je geen video's meer. En dan zeg ik nu dus adios. En vergeet even niet alle socials te checken.